We zijn hier bij de lancering van de Sokkelen Cycling Club. We zijn bij het strand bij Wijk aan Zee. En we hebben hier een clinic waarin we mensen enthousiast willen maken voor het strandracen. En de clinic is gericht op alle niveaus. Dus van een beginner die voor het eerst op het strand rijdt tot en met ver doorgewinterde strandracer. En ja, dat heeft wel een hele leuke mix aan mensen proberen we te krijgen. En ook vooral de focus op fun, samen wat te drinken, een hamburgertje te eten en ook iedereen wat bij te brengen. Dus het maakt niet uit of je voor het eerst komt of dat je al langer op het strand rijdt. Iedereen willen we vandaag wat leren. Als ik probeer, dan ga ik even kijken. Lukt dat? Ja, je moet hem eigenlijk net niet raken. Okay. Ja, maar ja, dat is een concessie die je doet om harder te gaan door het losse zand. Ja, precies. Maar ik maak zelf in de strandraces maak ik best wel vaak het verschil, juist op de technische punten. En niet zo vaak door hard fietsen, maar ook vaak door mijn techniek in te zetten. En ik vind het heel leuk om mensen daarin mee te nemen en te leren van hoe je op basis van techniek zonder echt je kracht te gebruiken ook een verschil kunt maken in de wedstrijd. En dat hebben we ook zeker vandaag gedaan bij strandopgangen, strandafgangen en bij de stroobalen. We merken de laatste jaren dat de populariteit van het strandracen enorm toeneemt en dat steeds meer mensen het leuk vinden om op het strand te gaan rijden. En onze clinic helpt er ook bij om alle niveaus te stimuleren om nog meer te gaan strandracen en we willen elk niveau een stapje verder helpen. Ja, de deelnemers waren allemaal super enthousiast. We hadden de totale grote groep opgedeeld in kleinere groepen, zodat elk niveau zijn eigen trainer had. En uit elke groep heb ik echt super leuk en positieve feedback gehad. Dat mensen het zo leuk vonden dat ze zoveel specifieke tips kregen op hun niveau. Maar dat ze ook met andere renners van andere niveaus konden samenrijden en achteraf na konden kletsen.